Dames en heren, welkom bij de Gaming Lisman. De vorige keer kregen we nog een Torch mod en we gaan nu even kijken wat dat precies inhoudt. Ja, doe maar. Ja. Zo. Een Torch mod. Twee keer rack, twee keer glue, twee keer gas voor. Hey, dat hebben wij volgens mij. Dus even kijken wat we daarmee kunnen maken. Create. Nee, dat hebben wij niet. Oh, we moeten nog iets van een baseball bat of een exotic mace en gas for lighter. Misschien kunnen we dat bij die vent kopen. Whoa. Heb jij ook een gas for lighter? Je hebt een rack. Ja, jammer dan. Oké. Goed, dan gaan we even verder kijken. Black Hawk dan. Ja. We moeten de helikopter investigaten die we neerzagen. Stortte toen we de truck jatten. En later er geen zombies meer zijn, want ik heb ze allemaal net kapot vermoord. Kapot vermoorden, want dat is Nieuw-Nederlands. Black Hawk Down. Waarom heet het eigenlijk Black Hawk Down? Omdat het een zwarte havik down is? Zoiets. Nou ja. We gaan eens even kijken of we het schipwrak of helikopterwrak ding iets te pakken kunnen krijgen. Leven. Leven. Can't food. You don't want to pass up anything useful. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, we zijn niet gek. Even dikkie. Oké, we moeten hier dus achter zijn. Hey, nou zijn we met z'n vieren. Wat? Uh-oh. Uh-oh. Suicide level 16. Oh. Ja, bedankt voor je geld. Ik bedoel, ja. LP400 batterij. Wat doe jij met een batterij in je buik? Oh, daar is de helikopter. Ik zie in de helikopter. Hoezo? Hoezo? Hallo. You came along. Yeah. My name is Nikolai. As you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. Yeah. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensive. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks. If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Let's see what we got here. We should keep moving.
Jo, Nikolai. Can you move any faster? Ja, de, ik loop voorop hoor. Ja hoor. Lekker is dat. Kill them. Kill them. Waarom heb ik nou weer geen... Had ik nog een molotov of iets? Opa, nee. Oh wacht, maar ik heb natuurlijk... En nee, ik kan geen fury gebruiken. Dan maar zo. Want ze zijn toch met die andere kerel bezig. Nee! Motherfucker, kom hier. Jij met je lekkere billen. Oké, ze maken het me ook niet echt moeilijk. Hoppa. Hé, jullie zouden dood zijn. Doe maar, een beetje tempo. Ja, ik kan ook in de lucht lopen. Fucking vacation, huh? Yeah. Kill them. Waar? Ja, ik zou vooral met je rug naartoe gaan staan. Hoppa. Doe maar. Kom op. Nice fucking vacation. Zo kan ik ook wel aan mijn tijd komen, ja. Hey, gozer, zo vullen we deze aflevering niet. Hallo. Oh, wacht, hij gaat natuurlijk de bunker in. Ja. Oh, nou is die open. En we hebben een workbench. Let's hope there's something useful. Nee. Misschien met een ander wapen. Hmm. Nice fucking. Ja hoor. Okay. Spasibo, my friends. Here's a little. Hoppa. Hey, oh, I have new quest. The helicopter crash was unfortunate. Normally, I would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours. I need you to go into the city. Find my restaurant, Cafe Kiev, and tell Sergei there to give... Shit. Yeah, okay. Good. Okay. Okay, dan. Maar... Waarschijnlijk moeten we nog meer... Oh, nou mag ik alweer terug naar Cinemoy. Oké, ik dacht dat er nog wel meer survivors zouden zitten. En Cinemoy zit natuurlijk... in de Lifehouse. Lifeguard House, dus dan gaan we hier even vast treffen. Omdat het kan, omdat het snel is. En ik hou van snel. Soms dan, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, oh, oh.
Oh ja, bladeren waren van staal in dit spel. Ja, maar dat deed je lekker niet. Fast travel. Ja. Hey, Reshorebank 2, dat is handig. Every little bit helps us hang on a little longer. Shockmart. Eens even kijken wat we daarmee kunnen. Duct tape, 2-5. Oh, die heb ik. Die gaan we nog even maken. Big powerful truck, but we need to turn it into a blood. Ja. We need to reinforce it, make it. Ja, tuurlijk. Wat moet ik doen? Go to a mechanic. Oké. Okay. Good. There's a workshop not far from the lighthouse. Let's just pray the mechanic's still alive then. Jo, dat komt goed. Dat kunnen wij. Ja, had ik nog leven? Ja. Maar we hebben een shock mod. En die kunnen we maken volgens mij wel 10 keer of zo. Want we hebben genoeg onderdelen. Shock mod, shock mod. Ja. Ah, lol. Dat is cool. Dat is cool. Ja, we gaan nog zo'n eentje maken. Nog even repairen. Die niet. Ja, die niet. Ja, goed. Dit was het dan weer voor een aflevering 8 of 29, gok ik zo even. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. We gaan hier met onze hele tijd afsluiten en ik zeg toedeloe.